voor degene die graag willen een mogelijkheid krijgen om deze zaak iedere dag te maken. En deze mensen kunnen dan ook met onze onderneming coöpereren en veel geld hier verdienen. Dus vandaag zal ik een fantastisch nieuws mededelen. Een heel belangrijk nieuws voor de toekomst van mensen die met ons project zich willen bezighouden en willen dit project samen met ons lanceren. Dus wat dat betekent, Ugain. Dat is een digitaal platform voor kleine en middelbedrijven, ook voor winkelcentra en uitgaanscentra en ketens van deze centra, ontworpen om klanten en ondernemers te verbinden met elkaar. Klanten is het belangrijkste onderdeel van ieder bedrijf. Wij zijn alle klanten van erg veel bedrijven die je kunt ontmoeten iedere dag in jouw land, in jouw stad. En nu de volgende slide, alsjeblieft. Voor degene die me nog niet kent, een paar woorden over mezelf. Ik heet Dragos Stanciu. Ik ben vertegenwoordiger van de strategische afdeling van Evorich. Ik ben ook directeur van de Academie van Privé Investeerder in Italië. Ik ben coördinator van de globale investeringsportefeuille. Ik ben president van Multilevel Crowd Investing in mijn regio. Ik ben ook leider van Ugain project. En dat is voor mij een grote eer om aan dit project te werken samen met ons team. En daarom ben ik dankbaar voor deze mogelijkheid om te coöpereren samen met onze ontwerper, ontwikkelaar Denis. Hij is een genie, want hij kon deze app ontwikkelen. En ik dank de geheel team dat de app ontwikkelt. Ik dank ook de vertalers die ons de mogelijkheid geven de informatie aan alle landen van de wereld te brengen. En ik dank ook onze luisteraars, de mensen die nu naar ons luisteren. En dank deze mensen kunnen we ons project implementeren in veel landen. En ik ben ook lid van de associatie Generalen van de Wereld voor Vrede. Ik ben leider van de onderneming in Italië en ik ben ook professioneel investeerder en ondernemer. En ik ben niet meteen ondernemer geworden. Ik heb erg veel gewerkt. Ik heb me actief voorbereid om professionele ondernemer te worden. Want je ontmoet als ondernemer veel problemen. En nu zie je de actuele situatie met coronavirus. En natuurlijk, daarom hebben we een verdraging. Vooral in service. Branche in het veld van service. En ik heb nu geleerd hoe je naar de mensen luistert. Hoe je heel aandachtig naar de mensen luistert met een open ziel. En ook klaar zijn voor veranderingen. Alles wat je hoort en wat je krijgt, de informatie die je krijgt van andere mensen, kan je helpen in de toekomst. Kan je ook helpen om je om succes te bereiken. En daarom zijn we hier. En we hebben in het Ugain project veel verschillende functies geïntegreerd. En dat moet je bedrijf helpen om werk van je bedrijf te verbeteren, te vervolmaken. En nu, ik doe een beroep op alle ondernemers die de eerste keer deelnemen aan ons webinar. Alsjeblieft, ga naar voren en begin opnieuw te denken. Je moet snappen dat er komen nu veranderingen op de markt en niemand heeft ermee rekening gehouden.
En we moeten nu opnieuw leren hoe we met klanten coöpereren en hoe we onze zaak naar voren brengen. En hoe we onze bedrijven leiden. Vandaag spreken we over mogelijkheden van coöperatie, samenwerking met ons bedrijf, met onze maatschappij. We praten over business mogelijkheden, kansen. En ik heb ook een kleine verrassing voor jullie. En vandaag wil ik graag vertellen, heel goed vertellen, dat wat misschien je niet meteen ziet, dat zijn de mogelijkheden, de kansen die je door ons bedrijf, door onze maatschappij krijgt. Niet iedereen begrijpt wat dat is. Dus nu alsjeblieft de volgende slide, de volgende dia. En nu spreken we over het hartstuk van ons project, dat ons de kans geeft om nog spoediger te werken. En ik toon de strategieën, de methode, die de mogelijkheid hebben spoediger je doelen te bereiken. En deze strategieën zijn ons groot voordeel. En dat is een groot verschil tussen ons en andere aanboden op de markt. En daarom spreken we nu over dit geheim, over deze bijzonderheid van ons project, You Gain Business. En ik denk dat de meesten van jullie deze mogelijkheid nog niet hebben gezien en erover nog nooit hebben gehoord. Want deze kansen, deze mogelijkheden zijn in het begin onzichtbaar. Want mensen die deze mogelijkheid niet willen zien, die weigeren om hun ogen open te doen. Maar ik stel dat je je verstand opent en je leven verandert. En als je klaar bent om jezelf te helpen, ja, dat misschien dat is een beetje konstig als ik dat zeg. Ik wil de mens, maar ik kan alleen maar degenen helpen die zichzelf willen helpen. Dus daarom toon ik nu deze inderdaad fantastische mogelijkheid. Alsjeblieft, de volgende slide, de volgende dia. Oké, heel goed. Dus hier zie je een eendje op deze slide, daarboven rechts. En volgens de marketingplan, we krijgen een percentage, een commissie, van abonnementkosten voor de ondernemer. Dus je abonnement kan een maand of een jaar gelden. En hier in de tabel, je ziet verschillende voorbeelden hoeveel je kunt verdienen door abonnementen te verkopen. En als je dat analyseert, deze tabel analyseert, dan kun je zien dat maandelijke kosten van abonnementen is $30. En hier, wij maken een stap in de richting van onze ondernemers. En wij kunnen jaarlijkse betaling delen en, in 12 maanden. En dan zijn dat $30. Maar als je 30 met 12 vermenigvuldigt, dan krijg je jaarlijkse kosten van 360. Dus veel, veel groter dan, dan onze korting, dan ons speciaal aanbod. Dus $360. Maar als ik als ondernemer wil eenmalig de jaarlijkse betaling maken, dan betaal ik niet $360, maar het is alleen maar $150. Dat is een heel grote korting, ja, meer dan 50%. Waarom willen we dat aanbieden, deze korting? Wij doen dat omdat alle mensen die deel willen nemen aan onze onderneming, aan ons internationaal evenement, als we ons project officieel lanceren, nu geef ik het belangrijk nieuws aan jullie, dat te maken heeft met het lanceren van dit project. Nu heel aandachtig luisteren alsjeblieft, want deze informatie help je om in de volgende maanden naar voren te komen en dat project te ontwikkelen. Dus, de ondernemers die nu
deelnemen aan het officieel lanceren. Ze krijgen dat groot cadeau alleen maar aan deze dag. Alleen maar voor ze, voor de deelnemers van het officieel lanceren. Die krijgen deze korting van 50%. Ja, we weten niet. Misschien er komen nog additionele cadeautjes aan deze dag. Dat weten we nog niet, maar deze informatie zullen we later ter beschikking stellen. En nu, alsjeblieft, nog een keer let op de tabel. Dus een ondernemer dat een abonnement koopt en dan later dat abonnement aan 8 andere ondernemers verkoopt. Wat kan hij of zij dan in dit geval verdienen? Als hij dat doet, dan zal sozusagen zijn abonnement voor zichzelf betalen. En als een ondernemer het abonnement aan zijn collega's verder aanbiedt, nu spreek ik over de eerste lijn, dus de rank, de status van agent. Dus een ondernemer wil zijn carrière opbouwen, hij maakt al de eerste stappen en hij verdient een heel belangrijke percentage in de eerste lijn. Dat zijn 15%. $30 verkoopt hij zijn abonnement en deze ondernemer verdient dan $4,5. Als je een abonnement voor het geheel jaar verkoopt, dan krijg je $22,5. Dus ik spreek nu van prijs met korting voor $150. Alle ondernemers willen bezuinigen, willen sparen natuurlijk. Mijn grootmoeder heeft altijd gezegd, het geld dat je hebt gespaard, dat is het geld dat je hebt verdiend. En ja, in mijn bloed heb ik deze ondernemingsgeest. En ik denk dat het heel belangrijk is om te besparen, te bezuinigen. En de bezuinigingen leiden tot additionele inkomen. En ik stel dat alle ondernemers inderdaad bezuinigen en over deze mogelijkheid met andere collega's en andere ondernemers spreken. Want als ik in een pizza eet ergens in een heel mooi café, dan zal ik erover ook vertellen, deze informatie dat het café heel mooi is. Daarover zal ik vertellen aan mijn collega's en mijn vrienden en mijn verwanten. Ik zal aan iedereen zeggen, ik heb in een heel mooi restaurant in een mooi café gegeten. Alsjeblieft, ga daar naartoe. Ik kan het aanbevelen. En je krijgt geen bonus ervoor. Geen voordeel. Maar bij ons is het een beetje anders. Je krijgt wel de bonussen door abonnementen te verkopen. Daarom is mijn aanbeveling aan alle ondernemers om hun zaak te verbeteren en hun zaak opnieuw te starten door ons product. Je betaalt het abonnement en tegelijkertijd de persoon die dat abonnement je hebt aangeboden, zal ook geld verdienen. En er zijn ook diepe percentages, zo te zeggen. Dus als je passieve inkomens wil krijgen, passieve inkomen, kun je ook graag krijgen. Dus hoe ziet het eruit? Je kunt van je tweede lijn indirect verdienen. Indirect, want je doet dat werk niet, maar je verdient toch wel 8%. En nu spreek ik over passieve percentage. Als er 8 bedrijven zijn in de tweede lijn, dan kan ik $19,20 verdienen. En als wij spreken over jaarlijkse abonnementen, dan zijn dat $96. Denk maar als de duplicatie begint bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik geef deze... Ik spreek erover met ondernemers.
De ondernemers verkopen iets aan de tweede lijn en dan aan de derde lijn. En ieder van deze 8 bedrijven komt aan 8 andere bedrijven. Dan zijn dat 64 bedrijven in de derde lijn. De percentage, de commissie is hier een beetje laag, 5%. Alleen maar omdat er zoveel bedrijven zijn in de derde lijn, kan ik al $96 maandelijks verdienen. En wat ik jaarlijks kan verdienen, dat zijn $480. En hier zien we dat de percentage kan oneindelijk diep zijn, zo te zeggen. Je ziet hier dat in de lijn 6, met de lijn 6 kunnen we komen naar een heel belangrijk cijfer. Het zijn in de lijn 6, er kan zijn dat in mijn bedrijven, in mijn lijn, in mijn team er 32.768 bedrijven zijn. Dat zijn ondernemers, bedrijven die hun product willen verbeteren. En we zien hier verdeelbare percentage die 17% in het geheel, in het algemeen kan bereiken. En je ziet ook hoe mijn inkomen zijn gegroeid, maandelijks. En hoe zijn ook de inkomen gegroeid voor verkopen van jaarlijkse abonnementen. En dat alleen maar, want wij een fantastisch product aanbieden. Dat kun je zelf later ook aandachtiger doorlezen, bestuderen. En nu alsjeblieft de volgende slide, de volgende dia. Dus, de tweede bonus is verbonden met de betaling van de abonnementskosten voor de klant. Waarom spreek ik nu over de klant? Want de klanten kiezen. De klanten kiezen wat ze willen. Willen ze een additionele korting, additioneel rabat, en ook de mogelijkheid hebben om hun business naar de diepte op te bouwen. Dus de klant betaalt voor zijn abonnement, zoals de ondernemer. En ik, als ondernemer, ik laat dan mijn klantenbasis groeien, maar ook mijn basis van ondernemers. En je weet dat vandaag, in de situatie van vandaag, best moeilijk is om je inkomen te laten groeien. En hier zie je een tabel van de inkomens. En deze tabel is dezelfde voor ondernemers en ook voor de klanten. Want zodra de klanten abonnement kopen, krijgen ze dezelfde rechten. Maar wat is het verschil tussen klanten en ondernemers? Ze krijgen verschillende apps. Dus een klant heeft een app om additionele rabat te kopen, additionele kortingen te kopen. Maar een ondernemer krijgt een software om zijn business te besturen. De volgende slide, alsjeblieft. Ja, en nu de derde manier om geld te verdienen. Percentage op transacties, dat is een fantastische mogelijkheid. En gebaseerd op de percentage van transacties. Ons systeem kan worden geïntegreerd met onze bankkaart. En ik kan alle mijn boodschappen betalen door de app. En dat betreft alle ondernemers die deel zijn in ons ecosysteem. Hier zie je 5 niveaus van inkomen. En de klanten die gebruik maken van deze app, ze kunnen daarmee boodschappen doen in verschillende winkels, maatschappijen, om goederen en services in ons UGain ecosysteem te kopen.
En ik kan tot de vijfde lijn verdienen. Maar deze commissie, deze percentage kan ook anders eruit zien, afhankelijk van bijzonderheden van het betaalsysteem. Bijvoorbeeld als je over als we het hebben over Visa of Mastercard, ze hebben natuurlijk hun eigen commissies. En daarom, hier is veel afhankelijk van het betaalsysteem en van zijn bijzonderheden. En van voorwaarden van het betaalsysteem. En daarom, wij kunnen met deze bonussen altijd verdienen, maar de percentage kan anders zijn. Want dat hangt niet van ons af. Maar in ieder geval is het een geweldige bonus, een geweldige manier om te verdienen. Want ja, denk maar aan het potentieel van onze maatschappij. Denk maar over ons passief inkomen. Als ik een doel voor me stel dat ik graag wil bereiken, dan geef ik geld aan deze maatschappij. En ik deel deze informatie, deze mogelijkheid met erg veel mensen. Want ik hou van dat project en ik begrijp dat de economie anders wordt, altijd anders wordt en altijd digitaler wordt. En ook in ons bedrijf moet er een evolutie gebeuren. Hoe, ik stel me de vraag, hoe moet ik mijn bedrijf nu leiden? En ik moet ook de principes van mijn werk veranderen. En er zijn nu globaal wereldwijd grote ketens van hotels bijvoorbeeld, van horecabedrijven, die wereldwijd bekend, beroemd zijn, die miljoenen of miljarden dollar verdienen. Maar nu, in dit tijdperk, in deze periode, in de tijden van coronavirus, van pandemieën, er is grote crisis in deze grote ketens van ondernemingen. En ze zijn gedwongen nu hun bedrijven te sluiten, dicht te doen. En ik, samen met mijn team, heb geanalyseerd de meest bekende situaties, toevallen, die zijn gebeurd in de laatste tijd in de wereld. En ik wil nu niet te lang vertellen over deze artikels die ik heb gelezen over informaties, bijvoorbeeld in kranten zoals New York Times of andere economische kranten. En in deze artikels heb ik ook gezien dat de ondernemingen spreken over geld dat ze hebben verloren, dat ze zijn kwijtgeraakt, want ze konden niet op dezelfde niveau hun bedrijf verder laten lopen, verder leiden. Vanwege de crisis, vanwege de korting enzovoorts. En er is natuurlijk een behoefte aan innovaties, aan veranderingen. We hebben allemaal nieuwe methoden nodig, hoe we met de markt werken. Als we niet willen zo'n einde te hebben als Victoria's Secret bijvoorbeeld, of McDonald's en Burger King. En veel andere ketens, ondernemingen die beroemd zijn in de gehele wereld, gigantische ondernemingen. En veel van de bedrijven van deze ketens moesten dicht doen, gingen failliet. En we hebben geanalyseerd, wat is er aan de hand, waarom
heeft de crisis zo zwaar tegen deze ketens geslagen. Het probleem is volgens ons en volgens ons team dat deze ondernemingen geen ecosysteem hadden, een ecosysteem van hun eigen klanten. Zelfs als wij over franchises spreken, deze franchises kunnen natuurlijk toch wel succesvol werken, maar ze hebben geen financiële kracht om alle bevestigingen te ondersteunen. Dus franchise, dat is natuurlijk een heel effectief werktuig, effectief tool. Maar toch wel, een ondernemer moet een royalty betalen om een merk, om een handelsmerk in zijn land, in zijn regio te mogen ontwikkelen. Maar als ik analyseer de franchises en de ketens van winkels en van hotels, dan zien we dat ze wel ook, ze hebben ook een heel groot aantal medewerkers en ze moeten ook met distributoren samenwerken en ze hebben een marketing netwerk dat meer of minder lijkt op het systeem in hygiëne business. Daarom, alsjeblieft, wees open en denk over het ecosysteem van je klanten. Je hebt loyale klanten nodig. Klanten die het geld zullen uitgeven. Wij spreken nu over fiat geld, maar morgen er kan ook hygiëne tokens zijn dat in ons ecosysteem circuleert. En denk maar, we kunnen ons eigen kredietkaarten hebben en gebruiken. Dat is een systeem van partners, van medewerkers. En dat systeem zal de transacties spoediger maken en we kunnen hier dus volgens deze derde manier om geld te verdienen, als we zien percentage op transacties, daardoor kunnen we ook geld verdienen. Alsjeblieft, schrijf nu in de chat de onderneming of de maatschappij die je leuk vindt, van, waarvan je houdt, en schrijf je beoordeling, je idee, hoeveel klanten deze onderneming iedere maand heeft. Hoeveel mensen kunnen bijvoorbeeld een café bezoeken of een winkel om kleren daar te kopen? Schrijf een cijfer. Een cijfer dat volgens je waar is. Hoeveel klanten heb je nodig iedere maand, zodat je winkel kan functioneren? Iemand schrijft 10 klanten, ja, misschien tijdens de pandemie. Is 10 klanten oké? Okay. Sommige mensen schrijven 500, 700. Maar ik ben een positieve, optimistische man. En ik hoop dat in de toekomst dat alles tot einde komt. En dat ik meer dan 10 klanten per maand zal. 300, 500, 700. En wat denk je? Hoeveel van deze klanten willen graag een rabat, een korting van de ondernemer krijgen? Ik denk dat iedereen dat wil. Iedereen wil een korting. Heel goed. Daarom heb je een Yougain app nodig. En als je deze Yougain app downloadt, dan verschijnt een communicatiekanaal. Op een vrijdag heb ik verteld over deze bijzonderheden. Dus een klant koopt je product en als je neemt 200 persoon minimum, dan we moeten vermenigvuldigen, 200 met 12. Er zijn dan, ja, hoeveel wordt dan? Schrijf alsjeblieft in de chat het resultaat. Als je 12 met 200 vermenigvuldigt, dat is heel makkelijk. Ja, 200, 2400, dus 2400. Heel goed. Dus
2400 klanten, dat is al een ecosysteem. Een eigen ecosysteem is het dan. Dat zijn mensen die extra komen om mij te bezoeken. Ze komen één keer per maand bijvoorbeeld. Om hun geld uit te geven in ons ecosysteem. En iedere dag zullen ze iets kopen in ons ecosysteem. Om het eten te kopen, kleren te kopen, de kapper op te zoeken, de tanddokter. En ik krijg een klein dropje van iedere transactie, van ieder abonnement. Dat is een belangrijk voordeel van het ecosysteem. Het ecosysteem bouwt een mogelijkheid op om passieve inkomen te krijgen. En door dat passief inkomen kan ik mijn problemen oplossen. Franchising vraagt je om royalty te betalen, maar we bieden bonussen aan. Dus beste vrienden, laat ons onze denkmanier veranderen. Er zijn nu 4 manieren om geld te verdienen over die we hebben gesproken. En nu de volgende slide, alsjeblieft. De volgende dia. En we zien nu de 4e manier om geld te verdienen. Dat is percentagecommissie die de ondernemer vaststelt voor de aanbeveling van zijn goederen en diensten aan vrienden. En als deze vrienden van deze klanten deel worden van ons YouGain-ecosysteem, dan vertel over deze mogelijkheid aan andere mensen door mijn QR-code. Ik vraag mijn klanten en mijn vrienden deze app te downloaden. Mijn vrienden, ze kopen ook goederen en diensten in YouGain-ecosysteem. En hier geef ik 3 niveaus, 3 manieren om geld te verdienen. 3 niveaus, als je ziet. En voor iedere aanbeveling krijg ik puntjes. En deze puntjes kan ik dan ook uitgeven in ons ecosysteem. Je kan bijvoorbeeld terug naar dat café komen en pizza kopen met mijn punten. Dus mijn vrienden krijgen een korting en de ondernemer krijgt nieuwe klanten. Denk maar aan deze mogelijkheid. Waarover spreken we nu? Wij helpen elkaar. Wij steunen elkaar. En wij krijgen nog bonussen ervoor. Nu de volgende slide, alsjeblieft. Volgende dia. Als ik al vroeger vandaag heb gezegd, hier verwijderen we ons dus wij maken onze grenzen groter en wij beseffen onze mogelijkheden die in onze handen zijn. Ik heb al over de eerste 2 manieren om geld te verdienen verteld. En ik heb gezegd dat de ondernemers en de klanten, ze kunnen hun eigen bedrijf opbouwen, een zaak opbouwen. En al bestaande bedrijven perfectioneren. Dat is belangrijk voor ieder ondernemer. En ze kunnen ook passieve inkomens krijgen. Dat is heel actueel. Nu. Heel belangrijk voor mensen die geen vaste baan kunnen krijgen. En je ziet hier nu in de tabel. Dus percentage van YouGain. 15%, dat is de percentage die we distribueren, verdelen. En hier zullen we nu ook calculeren hoeveel geld we zullen distribueren volgens ons marketingplan. Als de klant een app downloadt om extra korting te krijgen, dan de klant heeft deze mogelijkheid gedeeld
En daardoor kan hij percent verdienen in de eerste lijn. Of in de derde lijn 3%. Als een klant ook voor het abonnement betaalt, dan wordt zijn abonnement, wordt zijn inkomen 2 keer groter. In de eerste lijn, hij krijgt 10%, dus de gebruiker met abonnement. En in de tweede lijn 5%. En in de derde lijn, als je ziet, er komt hier nog de derde lijn naartoe. En hier zijn de inkomens 3%. En nu, een persoon begrijpt, snapt dat hij of zij kan groeien. Dank onze Academie van Privé Investeerder, dank onze professionele cursussen, dank onze opleidingsmogelijkheden. Een persoon kan leren en zijn en beginnen met de bouw van zijn carrière. Een persoon kan leider worden op de businessmarkt, op de markt van ondernemers, en om partner te worden. Dus je ziet dat een partner maakt ook zijn inkomen groter, automatisch. Ik heb een klant nodig die abonnement koopt en ik heb ook een opleiding nodig in de onderneming. En dan verdien 12% in de eerste lijn, 7% in de tweede lijn, 5% in de derde lijn en 3% in de vierde lijn. Als je dat nog weet, toen ik heb gesproken over de eerste bonus, over de eerste inkomensmogelijkheid. Ik heb gesproken dat het nodig is om de status van agent te hebben. Een agent verdient 15% en ons marketingplan is heel bijzonder. Dus het beloning komt niet alleen maar aan de nieuwelingen of alleen maar aan de oude klanten. De agenten verdienen in de eerste lijn zoals andere statussen, andere ranks. Zoals consultant, manager, leader manager, top manager, vice-president en president. En deze percentage tot de vijfde lijn, tot de vijfde niveau, is identisch voor iedereen. Is hetzelfde. Maar als ik nu ons ecosysteem kan leren, of als ik morgen erover iets hoor, dan zijn de voorwaarden vergelijkbaar, identisch voor iedereen. Maar als ik meer wil verdienen, dan moet ik groeien, dan moet ik een hogere carrière. Als ik ondernemer ben, dan moet ik als ondernemer altijd strijven naar hogere doelen. Als een ondernemer 100.000 jaarlijks verdient, dan wil een ondernemer volgend jaar 150 verdienen. En nadat 200.000. Dus een ondernemer wil altijd groeien. Als je akkoord gaat met mij, dan schrijf alsjeblieft een plusje in de chat. Heel goed. Ja, ik zie jullie reactie. En ik ben blij met je positieve antwoorden, die positieve reacties. Voor een ondernemer is het belangrijk om je inkomen te laten groeien. En ik neem deel aan cursussen, aan opleidingscursussen. Die worden aangeboden door ons VIP-club. En alsjeblieft, contacteer de personen die je hebben uitgenodigd naar dit webinar. Hoe je deze opleiding kon krijgen. En na deze opleiding kan mijn status ook, groeien. En zoals je ziet, als consultant bijvoorbeeld, kan ik vanaf de zesde lijn al 4% additioneel verdienen. En hier zie je ook de cijfers voor de lijn
7 en de volgende lijnen. En dan ontstaat er mijn netwerk. En vanaf de lijn 6 zijn er geen limieten meer, geen barrière bij het opbouwen van mijn eigen netwerk. En als ik de rank van consultant heb bereikt, dan wil ik nog meer natuurlijk. Dan word ik manager en vanaf de lijn 6 begin ik 6,5% te verdienen. Enzovoort. En leader manager, zoals je ziet, 8,5%. En top manager verdient 7,5% in de lijn 6. En er zijn dan 12% bij de vicepresident. En denk maar, de president in ons ecosysteem verdient volgens de marketingplan en gestribueert percentage 17% in de lijn 6. En wat zie ik hier? Dat vanaf de consultant tot de president, naarmate ik groei, kan ik ook meer verdienen. En daarom, wij samen met ons ecosysteem verdedigen alle mensen die deel zijn van ons netwerk. Dat zijn onze ondernemers, onze zaklui, alle mensen die beslissing nemen deel te worden van Eugene Business. Nu de volgende slide, alsjeblieft, de volgende dia. Heel goed. Om mensen te belonen die hun bedrijf willen lanceren, een project willen starten en die inderdaad nog spoediger naar voren willen komen. Wij zijn tot beslissing gekomen dat het niet slecht zou zijn een wedstrijd te organiseren van deze mensen. Nu een paar woorden over de voorwaarden voor deze wedstrijd. We beginnen nu van de laatste lijn, van de laatste prijs. We willen modern zijn en we gaan ervan uit dat de evolutie van de economie in de toekomst altijd groeien, dus altijd zal groeien. En daarom, we hebben geanalyseerd alles wat er aan de markt gebeurt. En we zien dat de meeste ondernemingen en ook banken gebruik maken van cryptovaluta's. En de cryptovaluta's, ze vervangen het fiat geld langzaam. Daarom, we hebben besloten dat we belonen alle leiders, alle ondernemers, alle open mensen, mensen zonder vooroordelen, mensen die de markt kunnen analyseren en die begrijpen dat het erg belangrijk is in hun groei te investeren. En het is belangrijk om in de opbouw van ecosysteem te investeren, een systeem dat je de kans geeft om al je problemen om te lezen. Ons logo is You Gain With No Pain. En dus de vierde prijs, we beginnen nu met de vierde prijs. Als je kunt 20 abonnementen verkopen, jaarlijkse abonnementen. En ieder jaarlijks abonnement kost $300. Maar ieder deelnemer krijgt een korting van 50% en dan kost het abonnement alleen maar $150, zoals je weet. En ik doe een beroep op je. Neem deel aan het officieel lanceren en maak gebruik van deze korting die alleen maar deze dag geldt. Dus nog een keer, wie 20 jaarlijkse abonnementen verkoopt, je krijgt
als cadeau 500 Ugain tokens, UGT. Dat zijn punten voor tokens die ergens in de toekomst Ugain tokens worden. Dat is onze digitale valuta binnen ons ecosysteem. En je kunt ermee je boodschappen betalen met Ugain tokens. En deze tokens zullen altijd groeien. En de waarde van deze tokens zullen ook altijd groeien. Baserend op de vraag op de markt. En op de laatste slide kan ik je tonen hoeveel geld dat in de toekomst zal zijn. 500 UGT, 500 Ugain tokens. En zodra je de eerste resultaten krijgt, de eerste uitkomsten krijgt, als je binnen 2 weken deze 20 abonnementen hebt verkocht, je krijgt een cadeau van ons, 500 UGT's. En dan in de volgende maanden voor iedere additionele 100 voor iedere 20 bedrijven met een betaald abonnement, we belonen je met 100 UGT's tot je 160 bedrijven binnen een maand bereikt. Dus nog een keer, je krijgt 100 punten voor UGT voor iedere 20 verkochte abonnementen. Maar dat zal duren totdat je 160 bedrijven bereikt. Ja, oké. Schrijf alsjeblieft in de chat als je de voorwaarden hebt begrepen wat je moet doen om deze fantastische cadeaus te krijgen. Want de derde prijs, dat is Apple Notebook. En hier, je moet weten dat alleen maar de eerste 2 personen, de spoedigste personen, ze krijgen deze notebook. En dan, als ik verder grote resultaten wil, en als ik registreer 500 ondernemingen met een betaald abonnement, en ik zie hier directe klanten, directe registraties, dus 500 of meer bedrijven in 3 maanden, dan krijg ik de tweede prijs, dat is een Rolex voor elk klant. En als ik 1000 ondernemingen kan registreren die een abonnement betalen, en daar geef je 6 maanden voor, dus om 1000 abonnementen te verkopen, dan dat kun je inkomen voor je geheel leven creëren. Want door alle deze opleidingen te volgen die we aanbieden, je krijgt te weten hoe je deze 1000 bedrijven registreert binnen 5 maanden zelfs. Dus 6 maanden. En als we bijvoorbeeld 6 met 30 vermenigvuldigen, er zijn dan 180 dagen. En als ik nu in 1000 deel door 180 dagen, dan dat is zo ongeveer 5 registraties per dag. En door technieken te gebruiken die onze maatschappij aanbiedt, kun je deze fantastische resultaten bereiken.
Dus het is gewoon belangrijk om effectieve strategies gebruik te maken. En als je deze eerste prijs krijgt, dat is een Maserati, dan krijg je 1.000 bedrijven in je eerste lijn. En denk maar, als iedere van deze bedrijven kan later nog 200 klanten deze app laten downloaden, dan zijn dat 200.000 klanten. Dus denk alleen maar, denk erover. Ik kan een netwerk hebben met 200.000 klanten die alle goederen en diensten kopen binnen ons ecosysteem. En dat is het geheim over dat ik heb beloofd om je te vertellen. Dat is een onzichtbaar geheim. En niet iedereen kan het zien. En ik wil nu de ondernemers helpen die nog niet de evolutie van de markt nog niet kennen. Ik wil graag vertellen over hoe deze marketingontwikkeling eruit ziet. Ik wil vertellen over hoe grote ondernemingsketen worden opgebouwd, hoe grote financiële rijken worden opgebouwd, ondernemingen die in de business sector werken. En je kunt me geloven, alleen maar Eugene heeft alle noodzakelijke voorwaarden. Dat is een netwerk dat 100% actief is. En waarom dat zo is? Dat is zo, want in sommige winkels, ik kan kopen goederen 1 keer per maand of 1 keer per jaar. Bijvoorbeeld een crème voor het gezicht. Dat is iets wat de meisjes 1 keer per maand, per 2 maanden kopen. Maar als je een ecosysteem van verschillende ondernemingen opbouwt, die op elkaar niet lijken, maar heel diversifieerd zijn, heel verschillend zijn. Medische centra bijvoorbeeld, en uitgaanscentra, andere winkels. Dan krijg je een ecosysteem waar het geld iedere dag wordt uitgegeven. En dan hebben we ons eigen netwerk, ons eigen systeem dat actief is, 100% actief is. En actief netwerk is een netwerk waar het geld wordt binnen het ecosysteem uitgegeven. En dan wordt een aparte economie, zo te zeggen, opgebouwd. Want de economie, zo technisch gezien, dat betekent een circulatie van geld. Daarom is een open ondernemer, dus daarom staan de ondernemers open voor veranderingen en voor nieuwe principes. En deel te zijn van het ecosysteem, dat betekent je bedrijf te redden, je bedrijf opnieuw te starten. En nu alsjeblieft schrijf me van 1 tot 10, als je hebt begrepen hoe belangrijk dat is om actieve klanten te hebben. Oké, heel goed. Ik zie hier je tientjes en ik ben erg blij dat je dat goed begrijpt. Helaas ben ik vandaag uit mijn tijdkader. Ik wilde alleen maar 30 minuten spreken, maar het heeft een beetje langer geduurd. En ik wil de ondernemers helpen. Ik wil iedereen van jullie helpen om de carrière op te bouwen. Ik wil dat je je problemen kwijt bent. Ik wil dat je nog nieuwe mogelijkheden ziet. En ik wil dat je begrijpt hoe je binnen een marketing plan je geld verdient. Ik wil dat je weet wat het is, business voor 100%. En als het een beetje langer vandaag heeft geduurd, 10 of 20 minuten langer,
Ik hoop dat het wordt toch wel gecompenseerd door de meerwaarde die je vandaag hebt gekregen. Ik vertel over dingen die veel mensen niet zien en niet begrijpen. En nu, ja, terug naar de ondernemer. Als ik promotor ben, dan denk ik dat zodra ik 20 abonnementen heb verkocht, dan krijg ik een beloning van 200 UGT-punten. Dat betekent dat ik goed verdien. Maar nu, wij willen kijken hoe het werkt in de praktijk. De volgende slide, alsjeblieft. Dus, een abonnement wordt gekocht voor $300. Zonder korting. Laat ons nu vergeten over de korting. Dus wij gaan ervan uit dat de prijs was $300. En ik verdien 15% als agent. Maar ik wil nog meer verdienen. En ik krijg 15% van 20 bedrijven, van 20 ondernemingen. En nu laat ons kijken hoe belangrijk is wat ik betaal. Ja, bijvoorbeeld, ik ben nu heel enthousiast en ik wil deze energie aan je verder geven, want deze cijfers zijn ongelooflijk. Dus welke message, welke boodschap krijgt de ondernemer? Met een directe winst van 8 winkels betaalt mijn YouGain Business App voor zichzelf. Dus de ondernemer denkt, oké, heel goed. Ik ken 8 andere ondernemers die kunnen gebruik maken van deze app met alle bonussen. En je weet nog over cross-marketing. Als je voor de eerste keer naar me luistert en als je dat nog niet weet wat dat is, dan kom graag naar de presentatie op vrijdag. Dat is een presentatie voor het product. Dat is een app, een mogelijkheid, een kans van de 21ste eeuw. De cross-marketing vernietigt alle concurrenten. En alle je concurrenten worden je collega's en je vrienden. Ja, dus de concurrenten, dat zijn mensen die andere winkels open doen vlakbij je winkel. Hun business kunnen je in de schaduw brengen en dan verlier je je klanten. Maar door cross-marketing, de concurrent kan je klant worden of je collega. Alsjeblieft de volgende slide. Dat is eigenlijk de boodschap dat wij graag verder willen geven aan onze ondernemers. Het is heel belangrijk om deze informatie te delen en je ecosysteem op te bouwen. Hoe kan ik deze mogelijkheden delen? Wij hebben een QR-code nodig. En daardoor kunnen we de ondernemers registreren. Daarom alle verdere 20 ondernemers die betalen voor de app. En prijs. We kunnen het prijs calculeren. Dat kost minder dan een prijs voor een kopje koffie per dag. En voor iedere 20 verdere betalingen krijg ik 100 UGT. De volgende slide, alsjeblieft. Ik wil nu nog een keer dat alles herhalen en checken of je me goed bent begrepen. Dus wat verdient een promotor als hij verkoopt? Dus hij verdient de vierde prijs.
Hoeveel kan hij verdienen? 500 UGT's. En dan later voor iedere 20 betaalde abonnements krijgt hij nog 100 UGT's tot de cijfer van 160 bedrijven is bereikt. En totale winst is 1200 UGT. Dat is een heel belangrijk cijfer. En behoud dit cijfer alsjeblieft, want in het einde zal ik over de waarde van een tokens vertellen. De volgende slide alsjeblieft. De volgende dia. En nu we gaan kijken wat een promotor verdient. Als we nemen 160, dus dit cijfer 160 moet altijd in je hoofd blijven. 160 ondernemingen in de eerste maand van je werk wordt vermenigvuldigd met $300. Dat is het prijs van ons jaarlijks abonnement. En dan krijgen we $48.000 vermenigvuldigd met 15%. Dat is de percentage voor de inkomens in de eerste lijn, want ik ben al agent. En je ziet ook een directe bonus van $7.200. En hier, ik kan betalen niet alleen mijn app, niet alleen maar mijn app betalen, niet alleen abonnement betalen, maar ik kan hier ook het geld uitgeven voor alles wat ik wil. En ik denk dat is een fantastisch bedrag dat ons de mogelijkheid geeft om ons ecosysteem op te bouwen. En als je klant, je ondernemers, ook andere ondernemers aantrekt, dus ik bedoel acht verdere ondernemers in naar zijn lijn brengt, dan moet je 160 met 8 vermenigvuldigen. En dan nog een keer met $300 vermenigvuldigen. Dat is het prijs voor jaarlijks abonnement. Misschien zal dit bedrag nog groeien, maar vandaag zijn er 300. Dan krijg je 384.000. Dollars vermenigvuldigd met 8%. Dat is passief inkomen $30.720 additionele bonussen. En hier hebben we geen vinger geslagen om dat geld te verdienen. En daarom en dat alles geeft me de kans om mijn problemen op te lossen. En dat geeft me de mogelijkheid om alle... dus alleen maar binnen één maand, door één maand hard te werken, kun jij aan dat bedrag komen. En alleen maar door hard werken kun je je business naar voren brengen. En nu de volgende dia alsjeblieft. Ik dank je voor de medewerking, voor de coöperatie met je Gain Business. We hebben grote doelen en een van de doelen is 15. Dus dat zijn hier nu onze doelen op deze slide. Wij willen 3 miljard klanten hebben, 50 miljoen bedrijven en 19.000 promoters. En 3 miljard klanten, dat zijn mensen die gebruik zullen maken in de toekomst van Ugain tokens. Denk maar aan hoe deze punten voor tokens kunnen groeien. Deze punten die je hebt als cadeau gekregen, want je hebt een ecosysteem opgericht. Je hebt een passief inkomen gegenereerd. Alleen maar door één maand hard te werken. 160 ondernemingen, 160 bedrijven, dat is je doel.
Ja, denk maar, wat zal morgen gebeuren? Wat gebeurt er al nu met Bitcoin? We waren alle vol scepticisme en niemand heeft Bitcoin gekocht, want we waren niet open voor veranderingen. Want jullie hadden veroordelen en je bent deze mogelijkheid kwijt. Maar vandaag, we bieden een nieuwe mogelijkheid aan, die mogelijkheid geeft om je ambities te realiseren, een actief ecosysteem voor 100% op te bouwen. Jullie 160 bedrijven vermenigvuldigt met 1200 klanten die binnen een jaar kunnen worden aangetrokken, dan kun je calculeren wat je inkomen kunnen zijn. Volgens de marketingplan, we distribueren 50% van de prijzen van abonnementen. Dus dat is een ecosysteem dat de ondernemers de mogelijkheid geeft om actief te blijven en grote resultaten te bereiken. En hier wil ik daarmee je danken voor je waardevolle tijd. En nog een keer sorry dat het heeft vandaag zo lang geduurd. Het moest eigenlijk 30 minuten duren, maar ik ben een beetje weg uit het kader, uit het tijdkader. En ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor alle veranderingen en voor deze vertraging dat we langer tijd nodig hadden. Maar ik ben blij dat wij deze waardevolle informatie met elkaar konden delen. En nog een belangrijk nieuws. Voor de mensen die met ons willen spreken, die met ons willen coöpereren, die aan de wedstrijd willen deelnemen, die een Maserati willen krijgen, die bereid zijn voor een medewerking in ons Eugene business systeem. Voor deze mensen staat al het datum van examen vest. Dat is het examen begint om 7 uur 's morgens. Italiaanse tijd, 22 januari tot 25 januari. Als wij over Rusland spreken, dan begint het om 9 uur 's morgens op 22 januari en het eind om 9 uur Moskouse tijd, 25 januari. Voor alle andere landen, alsjeblieft, calculeer de tijd zelfstandig voor je land. Wat is de tijdperk voor het examen in jouw land? En een heel belangrijk ding is, we moeten handelen, actief handelen. En wij bieden aan een beter product, betere mogelijkheden, maar alles is in je handen, je lot is in je handen. En alleen maar als je begint actief te handelen, kun jij je doelen beter bereiken? Ik zoom je, ik wil je omarmen en wij zien elkaar op vrijdag. Doei.